Hi mensen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van mij. Dit is niet zomaar een vlogvideo, ik wil gewoon eventjes met jullie praten. Waarom? Ik ben serieus alweer 2 weken niet op mijn kanaal geweest. En het spijt me echt verschrikkelijk. Waarom? Drukte. Nou heeft iedereen drukte gehad, nou kennen we het allemaal. De feestdagen, december, werken, vrienden, collega's, noem maar op. Maar je hebt mensen die zeg maar dan nog kunnen plannen en je hebt Fred. En het is me gewoon echt niet gelukt. Ik heb wel her en daar serieus veel materiaal gemaakt. Ik heb gevlogd. Ik heb verschillende dagen ook op mijn werk eventjes gefilmd. En dat wilde ik leuk samenvatten voor jullie. Maar ik ben gewoon niet aan editen toegekomen. Ik heb serieus werkdagen gehad van 10 tot 10. Dat is geen klagen. Ik voel me echt gezegend. Dank jullie wel. Maar daardoor, elke keer als ik thuis kwam, was het echt al laat. Moest ik nog eten? Had ik nog mails te beantwoorden? En voor ik het wist, zat ik gewoon weer in de nacht te werken. Dus de vlog is me daar echt bij ingeschoten. Inmiddels is het alweer de 28e van december. We hebben Sinterklaas gehad, we hebben de kerstdagen gehad. En ik wil jullie echt even vertellen dat ik oprecht genoten heb. Ik heb serieus tot aan kerstavond in de nacht heb ik gewerkt. Zowel bij mij in de salon, als Laura een hele haar en make-up gedaan. Als een op Black Tie van Ryan, het feest in Rotterdam. Heb ik 4, 5 meiden mogen opmaken en mee mogen helpen aan het project. Daarna gefeest was echt een topfeest. Niet normaal. Ik heb zelfs aan dansen en ik heb me vreselijk misdragen. Maar goed, dat mag ook een keer per jaar. Daarna zijn we naar huis gegaan. Eerste kerstdag, serieus, je zal het geloven of niet. Ik schaam me er bijna voor, maar ik heb geslapen tot 4:30 s'avonds. Dat was mijn eerste kerstdag. Ik heb het gewoon echt nodig gehad. Gewoon telefoon weg. Ik heb gewoon geslapen. Het was weer donker toen ik wakker werd. Daar hebben we gegeten, films gekeken. En tweede kerstdag ben ik samen met Luca de stad in geweest. Want ik was de laatste die nog geen kerstcadeautjes gekocht had. Dus ik heb kerstaankopen gedaan. En toen hebben we op tweede kerstavond hebben we heel schattig kerst gevierd. Ik heb dat nog nooit gedaan. In ieder geval nog nooit met... Nee, jullie hebben de boom waarschijnlijk wel gezien. Maar echt een humongous boom. En allemaal cadeautjes eronder, maar gewoon kleine geitjes en grote geitjes en echt, ik ben enorm verwend. Daarna heb ik weer 2 dagen gewerkt, waarvan vandaag 1 dag is. Het is nu ook om precies te zijn 11 uur en ik zat echt, hoe ga ik dit doen met jullie? Want ik wil jullie zeker weer van alles meegeven, ik wil jullie op de hoogte houden van wat ik gedaan heb. Maar nu random een dag online gooien van mijn werk vond ik niet helemaal gepast. Dus... ik wilde gewoon even met jullie vertellen hoe eigenlijk echt de vork in de steel zit. Zo dus, ik leef dus, het gaat goed lieve mensen. Alleen, ik moet jullie wel nog wat bekennen. Ik ben nog verwender dan verwend. Want mijn vader is zo waar met pensioen gegaan afgelopen jaar. En die had zoiets van, weet je wat jongens, we gaan gewoon met z'n allen nog een keer op wintersport. Wat wij vroeger ook vaak gedaan hebben als kind. Ik was echt 4 jaar of nog geen 4. Dus echt dit. Toen ik voor het eerst op skietje stond. En we gaan weer. En weer is morgenochtend vroeg. En ik ga deze video morgenmiddag online gooien. Dus ik ben al in de ochtend vertrokken. En we gaan precies een week gaan we naar Oostenrijk. We gaan echt een beetje in het midden, centraal Oostenrijk. Ik weet dat ik het plaatsnaampje een beetje vergeten ben. Nee, echt geen flauw idee. Maar ik ga het... Oh ja, wacht. Ik ga het hier nu niet neertypen, want dat kan ik met editen doen. Dus, bloep, daar ga ik naartoe. En het mooie is dat ik gewoon daar een volle week ga skiën. Met mijn vader, moeder en mijn broertje en zusje. En de vriend van mijn zusje, Jeroen. En ik heb er keiveel zin in. 1 jammer dingetje is dat Lui niet meegaat. En dat ik zeg maar stond in Lui daar moet skiën. Maar dat komen jullie juist nog wel weer een keer te zien, want dat is ook echt weer another level shit. Morgen ga ik zowaar op weg naar Oostenrijk. Dus dat ga ik voor jullie filmen. Ik ga dat zeker meenemen. Ik ga er een vlog van maken. Maar dat komt dus pas weer volgende week online als ik terug ben. Want ik heb daar geen mogelijkheden voor editen en wifi sucks big time. En wat had je dan moeten doen? Vooruit plannen. En daar gaat het weer mis. Maar maakt niet uit, niet getreurd. Volgende week komt er weer een video van mij. En dan neem ik jullie mee op wintersport. En dan komen de vlogjes die ik nog had voor jullie. Yes, dat jullie het in ieder geval weten. Wat er aan zit te komen is de jaarwisseling. Het wordt weer 2017. 2017, ik kan me echt 2000 nog herinneren dat het 2000 werd.
Ik word oud, jongens. Anyway, het wordt 2017 en ik hoop dat jullie dit jaar mooi hebben afgesloten. Je hebt 2017 wel weer gehaald. Het gaat gewoon weer door. Ik wens iedereen echt alle goeds alvast. Een heel mooi en spetterend uiteinde. Heel veel liefs, geluk, allemaal jullie kant op. Ik zit ergens in Tirol te jodelen, maar ik zal wel aan Nederland denken als ik daar zit. Met oud en nieuw. En ik zie jullie weer wanneer ik terug ben. Dus zodoende. Ik vond eigenlijk dat jullie dit even allemaal moesten weten. Dus vandaar dat ik even ineens ook doorratel. Er gebeurt niet heel veel boeiends. Maar toch voor de trouwe kijkers heb ik dan wel een beetje op de hoogte gebracht. Want ik begon me echt, echt schuldig te voelen naar jullie. Nogmaals mijn excuus. Ik heb eigenlijk geen reden, behalve dat ik een heel goed druk leven heb. En ik ga nu eerst even ontspannen, want dat heb ik echt keihard nodig. En dan zie ik jullie in 2017 weer. Dus dank jullie wel voor jullie support. Ik hoop dat ik jullie meeneem naar het volgende jaar. En zie ik jullie daar weer. Vergeet niet te abonneren. Doe even een duimpje omhoog. En ik zie jullie volgend jaar. Dankjewel. Ciao, ciao.